Maar ik spreek de hoop uit, Sjoerd, dat hij zich herkent in deze golf. En dat ook deze avond ons allen een vonk zal bezorgen. Op de weg naar jouw wens van een nieuwe maskerfamilie. En vooral naar een impuls in de traditie van het spel van het masker. De avond is geopend aan Sjoerd. Zeg maar. Ik ga eerst even naar het gezicht. Waarom het gezicht? Ja, gezicht is een gedicht, roep ik dan. Dat is heel mooi, want er gebeurt van alles in dat gezicht. En dat is in beweging. Zeg maar, het praat natuurlijk met ons, met elkaar. Dat bedoel ik niet met woorden. Maar dat bedoel ik eigenlijk met beweging. Ik ga jullie zo meteen ook een stukje film laten zien wat we hebben geprobeerd. En probeer stapsgewijs jullie mee te nemen in hoe we dat onderzoek hebben gevoerd, zodat je de volgorde ook een beetje ziet voorbij komen, zeg maar. Er zijn ook drie series maskers die zijn ontworpen. Daar zijn we ontzettend blij mee geweest. Nou, zo hebben we het uitgeprobeerd eigenlijk. Dus door dat programma en door Paul Ekman wel. Ging hier ook een lijstje af in je hoofd van welke emoties je langs ging, zeg maar, die je verbond? Ja, er zijn inderdaad lijstjes die je in je hoofd hanteert, maar die schiet je eigenlijk meteen weer af. Dus ja, het blijft continu, zoals ik zeg, dat ken je nog van me verder. Leuk dat je er bent. kun je merken dat je continu aan het verdwalen bent. Als je dat niet doet, dat verdwalen, ben je het kwijt. Dan kan je dat niet volhouden. Nee. Bestaat niet. Het blijft ook in een soort cocon zitten, zeg maar, zeg ik dat. Het is een beetje intrinsiek. En die kan je natuurlijk als een kringspier wat groter maken en weer wat kleiner maken. We zullen straks ook wat meer voorbeelden vanuit de geschiedenis laten zien. Maar het gaat natuurlijk vooral om onze eigen designs. Maar bij Sartori moet ik dan weer denken aan de jaren dat het Meme Centrum met Venlo maskerdemonstraties hield. En daar waren bijvoorbeeld Dariofo met maskers, echt een prachtige demonstratie. Jacques Le Cocq met maskers en Frans Jozef Bogner. En niet met maskers, jawel, maar alleen met zijn neus. Emotie, dat is een beetje blind onderzoek. Nee, ga maar kijken wat dat uitdrukt. Waar denk je aan? Welke associatie? Zie je de man misschien wel in een bepaald soort situatie? Of heeft hij een geschiedenis? Of observeer. Als je die jas van het masker zo aantrekt dat hij echt als een huid aan je plakt. En hoe kan je daarmee gaan spelen? Nou, het fenomeen masker, het wordt heel veel gebruikt voor toneelscholen en acteurstrainingen. Is dat je eigenlijk zegt, nou, als ik een masker opdoe, krijg ik meteen het idee. En mensen die dat wel eens hebben geprobeerd, die weten dat. Oh ja, dan ga je iets doen met je lijf. Dus plotseling ga je dat uitvergroten en wordt het fysieke taal. Nou, daar heb ik het ook naar gezocht, wat die fysieke taal dan inhoudt. Hè? Wat doe je dan met de spanning op je ruggengraat? Bijvoorbeeld kom je bij de Comédie de l'Art met die golfbeweging. Hè? De rups, of hoe je hem wilt noemen. Maar je kan natuurlijk ook denken, ja, wacht even. Kan het ook abstract of is het een concrete handeling? Nou, et cetera. Daar ga je allemaal naar kijken. Merkwaardig genoeg, in de observaties zijn er 24 keer bekende mensen voorbijgekomen, waaronder meestal docenten van deze opleiding. Ja. En het was ook echt raak dat je dacht, ja, verdomd. De eerste serie, die zijn zeer goed speelbaar, maar heel veel kijkers niet beïnvloed. Een beetje carnavalesk, zou ik zeggen. Kan het je afvragen? Extra realistisch. Ze hebben ook veel kleur. Ze hebben van alles en nog wat van strepen en groeven. Ja, gewoon meteen, hup, je voelt het al, hè? Je voelt al wat er gaat komen. Wij zien het ook al. Het grappige is dat het publiek altijd eerder weet wat er gaat gebeuren dan de speler. En dan weet je als speler dat je goed zit. Dus je moet het ook terugkoppelen aan het publiek. En dan voel je op dat moment, hé, ja, het klopt. Maar het gaat schrikken. Ja, en nog dicht bij elkaar. Oké, let op. Jos, je moet ietsje naar beneden. Ja, fijn. Daar blijven we allemaal. En dan langzaam dat masker op. En hou nou die concentratie en die spanning in je lijf en in je gezicht.
langzaam af. Dus ook de transformatie andersom, weer terug naar mens. Het is opvallend dat we ook in dat masker onze spiegelneuronen zeg maar hanteren. En dat we bezig zijn om alsmaar die trekken op te zoeken die in het masker zijn gekend. Nou, tot zover even de impressie vanuit de eerste serie Masker. En Paul Ekman, die heeft erg veel onderzoek gedaan in de Verenigde Staten, die heeft voor wetenschappelijk onderzoek de gelaatsuitdrukking helemaal ontleed. En elk spiertje en elke gelaatstrek die er was, heeft hij een action unit genoemd en een bepaald nummer gegeven. En zo kun je een gelaatsuitdrukking ontleden in een serie nummers. En als je die nummers allemaal bij elkaar hebt, dan ben je ook in staat om die gelaatsuitdrukking terug te krijgen. Als dat ja. Als je dat van daaruit naar buiten gaat, wat gebeurt er dan? Iets bij BAM is dat AU4. Dat fronsen, dat de wenkbrauwen naar het midden toe gaan, naar beneden worden getrokken, dat dat door verschillende spieren. Dit is happy, blij. Eigenlijk is de actie hetzelfde, dat hebben we al lang gezien natuurlijk. Maar hoe ze het doen, dat maakt ontzettend veel uit. We zien enorme verschillen zeg maar, van persoon naar persoon. Go. Ja, goed zo. Ja, nou, dicht bij elkaar, Nina. Nee, je mag niet aan het publiek zitten. Ja, allemaal even, hou profiel, je gezicht hou je front. Ja. Nou, laten we maar zien, waar zit die plofkip? Ja, daar zit hij. En dan kantel je dat bek en dan komt er een soort... Ja, de andere kant op, ja, die kant op, ja. Oké, okay. Bolle vorm in de onderrug tevoorschijn. Ja, fijn. Ja. Nou, en dan gaat hij nog een stukje verder dat bekken. Ja, ja. Bijna rechte benen. Heel veel gestrekte lies, zeg maar. Ja, prachtig. Ja. En dan nog hoger, dan kom je bij die buik terecht. Dat is allemaal. En dan de medaille, zeg maar, op je borstkas. Alle boze buurmannetjes, die probeer ik in dat masker te stoppen. En dan komt hij los. Dan gaat hij omhoog. Dan gaat hij universeler worden. Als speler word je bijna gedwongen door het masker gebieden te gaan onderzoeken die je misschien helemaal niet verwacht van jezelf. De spelpatronen, spelmaniertjes. Oh ja, die moet je worden losgelaten. Wel, de lijnen die erin lopen. De vorm van de neus, de spieren. Wat Sjoerd mooi laat zien daar. Hij laat die mensen buigen. Dus hij zoekt naar de techniek, naar de uitdrukkingen van het lichaam, om het masker zijn werk te laten doen. Kijk, hoe komen die lijnen terug in dat masker? Van hier naar beneden, van hier boven. En dan krijg je een pantalon uit de Comedia tevoorschijn. Ah! Io sono pantalone! Oh! Mercante ricco e famoso! Nu je daarop zit, dat het archetype zit, dat we daar in onze derde serie precies, met name. Dat is de link naar de derde serie toe. Ja, dus, dankjewel. Ja. Niet zozeer de mondvorm of de oogvorm of de neusvorm. Nee, wat gebeurt er nou echt als je trekt en duwt en dan. En die hebben we eigenlijk vergroot. Ja. We hebben eigenlijk een serie gemaakt zoals als voorbeeld, zeg maar, van dat is ons mannetje of dat is ons vrouwtje met al die verschillende soorten van, maar toch in dezelfde, ja, in hetzelfde kamp. Hè. Ja, 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 dezelfde familie. Maar elke masker heeft zo zijn eigen jas of zijn eigen handbereken, zeg maar. Ja, ja,
boekje kreeg. Ja, dat kleintje daarachter. Ga je er een beetje van uitkomen? Ah, kijk. Ja, allemaal even nog een draaibeweging van je hoofd. Naar rechts. Nee, ik zei, ja, rechts. En rechts. Ja. En adem in. Hou vast. En naar links met je hoofd. Kies even een nieuw. En adem uit. Ik vooral heel veel emoties schakels zag door, denk ik, hoe zij haar masker via het hoofd bewoog, waardoor het lichtinval dat heb je heel goed gezien, want dat zijn die, je wordt genept eigenlijk, hè? Ja, dus het schept een illusie, omdat het licht, oh, de kleine draaiers, en met het laatste doe ik natuurlijk expres om dat ook te laten zien, dat die kleine draaiers al genoeg om het masker op een andere manier weer levend te krijgen. Ja, ja. Thank you.